eetkring. Neem nog een hap. Hey, let op, let op. Het gaat niet zo snel. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Wat zijn nou dom? Ja. Yeah. Yo, dames en heren, mijn naam is Don en dit is... Deveney. Welkom terug bij een nieuwe Sims aflevering. Het gaat goed met de kindjes, dat kan ik je in ieder geval mededelen. Ze zijn blij. Pingu is wakker. Maar ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik kan daadwerkelijk... Ik kan ze ouder laten worden. Ik kan ze gewoon gelijk naar kind maken. Wil je dat? Ja of nee? Ze hebben nog eerst even een kinderkamer... One step ahead of you. Wauw. Ja, dat is leuk hè? Het heeft me bakken met geld gekost. Ik zie het, laat me schilderen. En deze heb ik gemaakt. De Eiffeltoren van klei. Hé, hey, wat lach je om een kleicreatie? Supermooi! Ja, dat is een mooie kleicreatie. Maar alleen... ik ben echt dik. Echt heel dik. Ben ik nog een keer zwanger? Nee, je bent een beetje op de heupen inderdaad. Ja. Dus ik had je al een aantal keer laten joggen. Alleen, ja, het was nog niet zozeer succesvol. Laten we dan geld gaan verdienen. Mij laten schilderen. Ja. Wat ben ik aan het doen? Aan het kleien. Maar het was zo'n mooie Eiffeltoren. Ja, en nu heb jij het verkloot. Ben je nu blij? Oh, wat een mooi ding. Maar laten wij dan geld verdienen en dan kunnen we zo'n home trainer kopen. Zo'n loopband of zo. Oh, ja, ja. Ik weet wat je bedoelt. Je bedoelt of deze? Ja. Of een boksbal? Nee, geen boksbal. Van een boksbal gaan mijn heupen toch niet goed. Zo, je wordt er wel fitter door? Of zo eentje? Zo'n echt zo'n fitnessapparaat? Nee, nee, nee. Gewoon zo'n loopband. Een loopband. Die is 900. Dus dan gaan we daarvoor sparen. Technisch gezien, we hebben nu al 900. Maar ja, daar gaat het even niet om. Het is... dat nou weer? Dat is een hopper. Ja, dat is een soort kikker. Jij vindt ook van die beeldjes en dan zet je ze gewoon maar ergens in huis neer. Ja, maar ik kan anders hier ook wel een plankje neerzetten. En dan daar dan op zetten. Kan dat? Ja, ja, let op. Oké, hier vitrines. En dan heb je hier heel veel mooie plankjes. Prachtig! Ja, laat me nu een prachtig schilderij maken. Blam! En uiteindelijk kunnen we jou dan ook zeg maar zo'n speelschilderij voor de kinderen laten maken. Maar dat doen we nu nog eventjes niet. Dat had ik ook ontdekt. Ik kan ook gewoon in andermans tuin graven. Nee joh. Jawel. Moet ik wel eentje tegenkomen. Kijk hier. Ja hoor, pak me mee. Dan ben je een echte natuurliefhebber. Wat ben jij ondertussen aan het... Oh, dat is deze. Deze heb ik al eens een keer eerder gezien. Dat is die poes. Dat is poes, ja. Oh shit, ik moet al over een uur ongeveer naar het werk. Nee, geen tijd. Geen tijd, terugkeren. Oké, hoe zullen we hem noemen? Lieve Pius. Lieve Pius. Nee. Wat? Heb ik het verkeerd gedaan? Ja, je hebt het verkeerd geschreven. Ja. Verkoop nou maar. Verdomme. Barst van de honger. Wat? Oh, nee, eet hem! Geef hem eten! Voeden, de borst. Vak dat schilderij dan nog maar eventjes. Pingu barst van honger. Als je het niet snel wat te eten geeft, dan wordt hij uit huis geplaatst. Maar hoe kan dat? Gaat die fucking baby jeugdzorg. Dan... gaat die baby dan echt een brief opsturen van... hé hey man, ik ben eigenlijk niet zo goed verzorgd hier. Nee, maar dan krijg je klachten. Don gaat werken. Dag Don. Dag. Jij verdient waarschijnlijk echt geen ene fuck. Nee, in vergelijking met jou, nee. Waarom slaapt Pingu altijd? Pingu is altijd wakker, Pingu slaapt altijd. Nee, weet ik veel. Gadver, die douche, dat is echt zo'n kraakpand douche. Gadverdamme. Sorry hoor, je gaat hem nu al schoonmaken. En dan mag je wel even dat schilderijtje gaan verkopen. Eindelijk. Liep ik nou nog half naakt? Zou best kunnen. 277. Nice. Nou, nu hebben we op zich wel genoeg geld voor die loopband. Nee, nee, nee. Ik wil meer dan 2000 euro voordat we die loopband gaan kopen. Oké, dat zijn nog heel veel schilderijtjes in ieder geval. Heb je wel een computer? Nee, daarom zei ik. Die kinderkamer kost een beetje veel geld. En zonder computer kan ik eigenlijk niet echt een promotie maken. Maar sowieso, ik bedoel, een computer is maar 800 simoleons. Dus... heet dat zo? Ja, simoleons. Oh. Ja, of gewoon doekoe, geld, uitjes. Wat? Weer dezelfde? Oh, nu kan ik het niet verkloten met de naam. Ik krijg gewoon een herkansing voor de naam. Ja, misschien krijgen we dan nog meer geld. Naam? Lieve, met een F en een P-I-E-J-O-E-S. Lieve Pius. Totje! Hoe werkt dat? Dat is zo'n on... Wat? Gekke bekken trekken naar Pingu. Pingu. Ja, echt een middelvingertje. Is dat geen man? Dat is de Hanging Man. Ik wist niet dat je galgje aan het tekenen was. Oh. Het is een berg. Het is wel een man. Ja. Haha. Oké, hoe noemen we hem? Lieve Mian. Zo. Geld. Oh, dat werkt gewoon. We moeten gewoon lelijke namen verzinnen. Kijk, en dan kunnen we al bijna dat ding kopen. Want we hebben al bijna... ja, oh, verdomd. Je wordt gebeld. Wie belt er? Renske Koster wil even langskomen. Oké. Ik moet slapen eigenlijk. Eigenlijk wel. Domme Renske. Dus laten... Oh, ze komt ook echt al aangerend. Zo, die heeft er zin in hoor. Op de hakkies. Verdomme. Oh, verdomme. Sussen. En dan ga ik wel de fles geven daarna. Nee, doe borstvoeding. Kom op, je kunt het. Nee, die optie staat. Wees een echte man. Doe ik wel gewoon een flesje aan mijn tepel en gewoon hier. Grappen over pinguïns vertellen? Okay. Nooit! Jawel. Oké, ik wil hem best wel horen. Kwazaroo, Jongi, Jarb. Ja! Daar kwam die was vet grappig. Oh, shit. Tweede kind. Help, zussen. Ik kan maar één ding tegelijkertijd. Pak dat kind vast. Ga jij lekker douchen? Ik ga al douchen. Lekker douchen en dan even lekker slapen. Nou, ik heb plezier nodig. Kijk, me lopen ook echt zo'n slons, als een dikke slons. Oké, genoeg van die grapjes. Alweer? Wie? Wie van de twee? Nee, laat jou dat niet doen. Je bent al zo overspannen als wat. Sorry, maar jij hebt slaaptekort. Ik ga wel slapen. Je hebt een konijn gemaakt. Poef, hey, konijn. Wat een mooi konijntje. Het Basje. Oké, het is een doodgereden konijn. Het is ook weer niet zo'n mooi konijntje. Waarom nou weer? Serieus? Geef hem eten of zo. Ik heb hem net al eten gegeven. Misschien is de luier vies of zo. Ja, dan huilen baby's ook. Alsof ze aan de fucking druk zitten of zo. Alsof ze onder stroom staan. Daar heb ik nou weer last van. Waarschijnlijk. Oh, blaas. Nee! Wat is Pingu echt een probleemkind? Domme rotkind. En straks gaat die andere huilen door die ene. Ja hoor. Het gebeurt ook nog. Even harses beide. Anders zeik ik in mijn broek hoor. Ja, loop dan. Zeik op die baby's of zo. Ik vind ze nu echt heel vervelend. Ja, maar anders moeten we ze ouder laten worden. Dan hebben we tenminste controle over ze. Ja, doe dat. Ja? Oké. Ja, beide. Die meen je niet hè? Die meen je niet. De kutbaby's. Wat klote baby's. Ik word er echt heel boos van. Hier, 2 verjaardagen. Tijd voor... Nee, hou eens je mond. Ze kunnen ook gewoon even hun harses niet houden. Flonk. Wat zijn ze lelijk? Jezus, wat ben jij lelijk? Waar is die ander? Die is naar de keuken. Jezus, die heeft toch honger? Oh, misschien daarom zat ze constant te huilen, omdat ze honger had. Hup, die gaat gelijk slapen. Wauw, komt net uit de fucking wieg. Die zit ik de hele tijd. Die heeft in de babytijd ook gewoon helemaal nooit geslapen. En er zit nu gewoon, ik heb eigenlijk best wel zin om te gaan slapen. Ik vind die wel knapper dan die andere met haar boblijn. Een lelijk kind, gadverdamme. Verdomme. Ze lijkt op jou. Oh, zo de... Wat? Kijk dan! Ja, oké. Ze heeft mijn gezichtsvorm, maar jouw gezicht. Kijk, de speels zijn dan. Pak. Dat stemmetje. Dat is wel schattig. En mama Def, die zit gewoon lekker in de pyjama even een schilderijtje te maken. Hé, hey, wat? Ik weet al precies hoe deze gaat heten. Oké. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe wil je hem noemen? It's raining lieve Miannen. Verkoop. 272. Oké, wil je nu dat ding kopen? Ja, blauw is wel mooi. Blauw. En waar wil je hem? In de badkamer of zo. Wat? Ja, kun je daarna meteen douchen. Ja, in dat opzicht. Nou, wil jij even een testrun doen? Ja. Trainen. Werk die heupjes er maar vanaf. Echt waar? Kijk je gaan. Oh. Ja, kijk me gaan. Gewoon ik ben echt een dikzak. Maar die pontjes gaan er wel vanaf. Kijk hoe ze lukt. Kijk die kleding ook. Waarom kunnen we dat niet zelf uitkiezen? Weet ik ook niet. Ik denk ook meteen aan cupcakes als ik eraf kom. Ja, echt! Oh, lekker getraind. Nu kan ik mezelf wel belonen met een cupcake. Oh, telefoon. Hallo, Guusje de Wit. Weet je... Wat zit je nou mee? Is dat je nieuwe vriendin, Don? Nee, Def, dat is het niet. Ik annuleer hem wel. Stel je voor, we zouden echt ruzie krijgen daarom. Oh, dat zou echt geweldig zijn. Want dan kon ze door de muur heen kijken. Ze is haar moeder naakt, staan kriebelen onder haar oksels. Kunnen die kinderen niet ook gaan werken of zo? Dikke kinderarbeidskamer hier zo in het midden. Gaan we wel met van die kettingen maken. Eraan en zo. Yeah. Ben ik nou goudvis aan het tekenen? Nee, het lijkt er niet op. Tadaa! Hoe wil je hem noemen? Je moeder. Volgens mij heb ik al een schilderij met je moeder. Echt? Ja, nou ja. Of nee, ik had deze volgens mij fluiten dingetje opgenoemd. Oeh. 377. Je moeder levert geld op. Dat is een troon. Yeah. Zeg, wat ga jij doen? Je gaat met de klei spelen. Terwijl die kinderen daar liggen pitten. Nee, maar nu ga je mijn konijn, die ga je stuk maken. Je bent nu gewoon uitgespeeld en je hebt er gewoon weer een klontje van gemaakt. Verdomme. Oh, wat? Huiswerk basisschool? Maar... waarom hebben ze nu al huiswerk? Ze zijn net van baby naar kind en dan krijgen ze nu al huiswerk. Verdomme. Ze is dik. Wat? Ben jij dik? Je moeder noemde je dik. Hoe voel je je daarbij? Je hebt mijn gezicht, what the fuck? Ik krijg die wenkbrauwen zo. Hmm. Interesseert me eigenlijk vrij weinig. Nom, nom, nom. Mama Def, laat even zien hoe het moet. Ja, echt. Doe het na. Nom, gaat gewoon netjes naar binnen. Zit gewoon... het is zo koud is het, let maar op. Eet, kreng. Neem nog een hap. Let op, let op. Het gaat niet zo snel. Maar het is wel leuk. Kijk, dit vind ik toch een lief gezichtje. Kinderen aan tafel, lekker huiswerk. Maar oké, jij was snel klaar. Verdomme. Maak je huiswerk af. Hier, ik kijk jullie toe hoor. Moeten jullie er misschien even mee helpen? Liegen over carrière. Helpen met huiswerk. Oh ja, daar. Ik zal jullie wel even helpen met jullie huis. Die kinderen zijn gewoon nog op, terwijl het ja. Gewoon half kinderen zijn langer op dan wij. Pingu is net goede vrienden geworden met Don. Ja, beter van wel. Ik ben je fucking vader. Even kijken of ze dat al van elkaar accepteren. Ik hoop het wel. Het is een tweeling. Eeuw, ze stinkt ook gewoon. Ja, daarom moet ze heel... Kijk, zie je, dat gaat gewoon niet. Dan moeten ze eerst even goede vriendjes met elkaar worden, want dat zijn ze nu gewoon niet. Ze staat gewoon met de knuffel te praten. Ja, ik wilde net zeggen. Oh, knuffelen. Julie knuffelen. Oh, ze gaf me een kusje. Oh, sorry, dat zeg ik net niet. Knuffel hem nog een keer. Ha, mwah. Oh, dat is zo leuk. Wat? Verdrinkt zichzelf. Oh. Doe dat nooit meer. Nou, weet je wat? Ik vind het eigenlijk wel weer goed. In de volgende aflevering gaan de kinderen hun eerste schooldag hebben. En dan zal alles eigenlijk wel een beetje op zijn plaats vallen. Voor nu wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Dan mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. Deveney, de kanaal staat trouwens in de beschrijving. Mocht je dat interessant vinden, dan kan je daar gewoon even een klikje op geven. En dan zien we jullie graag de volgende keer weer. Doei! Doei!